Wij beleggen dus, wat ik al eerder zei, alleen maar via de beursnotering op de Hong Kong Stock Exchange. Dat had nog een extra voordeel. Want om in China te beleggen had je ook nog een vergunning nodig. En met die vergunning had je ook een bepaalde capaciteit hoorde erbij, wat je wel en niet kon doen. En dat was erg beperkend. De beurzen waren onvolwassen. Hongkong zit ook in de MSCI World Index, is een volwassen markt. En dat was voor ons de beste manier om het te doen. Ook vanwege de beschermingen die er zijn, die door de Engelsen zijn achtergelaten toen ze in 1997 zijn vertrokken. En de Chinezen hebben daar helemaal niets aan veranderd. Maar ik zie nu de afgelopen weken iets, is ook voorbijgekomen dat MSCI nu toch al een aantal jaren bezig is om ook die China A-shares van mainland China toe te voegen. Is Ja. dat iets wat jullie op termijn toch overwegen om die ook op te nemen? Of zijn jullie gewoon comfortabel om het bij Hongkong te houden? We zijn voorlopig comfortabel om het bij het Hongkong te houden, maar wij volgen dat wel op de voet. De reden om met name nog steeds op in Hongkong te focussen is ook omdat de beurzen in Shanghai en Shenzhen zijn echt aanzienlijk duurder qua waardering. Hoe komt dat? Dat is iets wat te maken heeft, denken wij, met het feit dat de gemiddelde Chinese belegger zijn geld eigenlijk alleen maar kwijt kan in China zelf. Het is niet zo makkelijk om geld buiten China te halen. En de liquiditeit en de overliquiditeit en de stimulans die in China er nu is, die komt niet zo makkelijk naar Hongkong. Het klotst af en toe wel over de plinten, want de Hongkong Stock Exchange heeft tegenwoordig een connect, zoals dat heet, met Shanghai en Shenzhen, zodat het nog wel iets van arbitrage kan plaatsvinden, maar die is nog niet voldoende om die prijsverschillen weg te halen. Er zit gemiddeld genomen tussen 20 en 30% waarderingsverschil nog steeds tussen. Ja, zoals een analist mij dat een keer uitlegde, je kan beleggen in real estate, in stocks of in de gold market. En ik dacht dat hij bedoelde de geitenmarkt, maar hij bedoelde de gold market. Dus de manier, de plekken waar je geld kwijt kon in China was heel beperkt. En dat is nog steeds het geval. Wij denken dat in die zin dat een verdere convergentie tussen die beurzen de waardering van Hongkong ook helemaal niet nadelig zal beïnvloeden. Het tegendeel waarschijnlijk. Oké. Hongkong is natuurlijk een relatief grote beurs overigens. Meer dan 2000 beursgenoteerde ondernemingen daar. Dus daar hebben wij met ons relatief kleine team van 3 mensen wel voldoende aan. En er zitten ook heel veel small caps. En eigenlijk, ik maak wel de vergelijking met bijvoorbeeld wat je gezien hebt in Nederland, zeg maar eind 19e eeuw, 20e eeuw, dat die grote succesvolle familiebedrijven, op een gegeven moment de eerste generatie Philips, de eerste generatie Grolls. Op een gegeven moment gaat dat langzaam over in andere handen. Maar als je nu kijkt naar de aandeelhouders van die bedrijven waar wij in beleggen, zit de eerste generatie oprichters, dat waren natuurlijk allemaal met name kereltjes van een jaar of 20 in de jaren 80. Dus die zijn allemaal in de 50, 60 nog, die staan nog aan het roer. Dus we zitten nog in die zin nog een redelijk relatieve beginfase van die ontwikkeling. Wij zijn eigenlijk value-beleggers. Wij selecteren daarom op de volgende pijlers: zoeken onderwaardering, dividend en een trigger, zoals we dat noemen, of eigenlijk is het een beter Nederlands woord, een katalysator, wat dat eruit moet halen. En dat laatste is best lastig soms, want daar heb je andere beleggers vaak voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar de dividendrendement, dat is natuurlijk aantrekkelijk in Hongkong, is vrijgesteld van dividendbelasting. Ja, hey, Dus en je zegt, hey, jullie hebben een voorliefde voor mid- en small caps. Dus large caps komen die bij jullie helemaal niet tegen. Ik noem maar wat, een Alibaba of een JD. die komen jullie bij ons niet tegen. En waarom laten jullie de large caps voor wat ze zijn? Eén, wij denken dat dat een efficiëntere markt is, waar we minder verschil kunnen maken. Het andere is, het is niet zo dat wij alleen maar in hele kleine bedrijven zitten. We zitten ook in de grootste toeleverancier voor de auto-industrie, Mint bijvoorbeeld. Oké. Okay. De grootste glasproducent zitten we ook in. Maar dat zijn natuurlijk qua omvang niet te vergelijken met die internetgiganten. En omdat wij op zoek zijn naar onderwaardering, het liefst, of dan in ieder geval een sterke voorkeur hebben voor contante cashflow die er elk jaar uitkomt, ja, dan gaan die grote Chinese internetondernemingen, en die zijn heel groot, hè. Ik geloof dat de twee grootste, Alibaba en Tencent, die zijn meer dan 30% van de MSCI China. Die zitten er niet in. Dus we hebben eigenlijk al, en dat is al
mijn voorganger, zeg maar, die begon in de jaren 70 al in Hongkong te beleggen. Het grote voordeel is, je hebt direct toegang tot het management. Je krijgt, als je wat extra werk doet, heb je toch wel een voordeel ten opzichte van de markt. Er worden relatief weinig rapporten over geschreven. Overigens over die glasproducenten en over die toeleveranciers voor de auto-industrie natuurlijk wel. JP Morgan schrijft daar wel over. Maar dan nog, het zijn geen 30 analisten die erover schrijven. Ja. En als je dan via de beurs van Hongkong, dat is nog een extra voordeel boven de beurzen van Shanghai en Shenzhen. De beurs van Hongkong heeft een website, hkex.hk.com, volgens mij uit mijn hoofd. En hkexnews.hk.com. Daar komen elke dag alle nieuws komt daar voorbij van alle ondernemingen die een beursnotering hebben. En daar kun je de jaarverslagen en halfjaarverslagen gewoon ophalen. En die zijn allemaal in het Engels. Die zijn allemaal eigenlijk op dezelfde manier in elkaar gezet qua template. Dus dat is een heel prettige manier van informatie naar je toe trekken. En daar doen we dan onze eigen analyses op. En, dan dus en twee keer per jaar gaan we langs. In Hongkong, maar ook in China bij de fabrieken. Daar zijn ze altijd weer trots op. Worden we altijd uitgenodigd. Dat zijn enorme reisafstanden overigens in China. Ja, dat geloof ik graag. Dus in Hongkong hebben ze altijd vertegenwoordiging. Dus dan kun je wel tussen de 4 en 6 bezoeken per dag doen. Maar gemiddeld proberen we tot 5 te houden. Dan kun je die informatie goed opnemen. Maar in China kun je het best 2 fabrieken op een dag bezoeken. Ja. Hey, en wat ik hier op de volgende slide zie is dat jullie dus inderdaad focussen op die middenklasse. Ja. En op zoek zijn naar marktleiders, hè, in de verschillende sectoren. Ja, precies. Dat klopt. Waarom marktleiders? Nou, eigenlijk zijn de marktleiders in zo'n gevecht om de markt. Hè? Want als de top 3 nog maar 10% heeft of 20% van de markt, dan heb je echt nog een tijdje te gaan voordat je zeg maar, het Westen bekijkt, waarin marktleiders in een aantal niches met z'n 3 misschien wel 70 of 80% van de markt hebben. En dan moet je goede balansen hebben, weinig schuld. Nou, dat geldt voor bijna alle ondernemingen. Het zijn echte, wat dat betreft, typische familieondernemingen. Over het algemeen een ruime voorraad en cash. Maar de marktleider heeft vanwege zijn schaalgrootte nou eenmaal zelfs in de moeilijke periodes altijd nog wel een beetje winst. En we hebben in veel gevallen gezien dat zelfs al de nummer 3 in China, die het gewoon niet redt, dat er gewoon geld bij moet. Dus we zijn altijd op zoek naar marktleiders in niches. Dus nummer 1 of nummer 2, het liefst nummer 1. Met een aantrekkelijke waardering en focus op de toenemende middenklasse. En dat betekent dus niet dat we alleen maar dingen kopen die in de winkel liggen. Maar de middenklasse, de toenemende uitgaven van de middenklasse moeten wel een drijvende factor zijn daarin. Dus er zitten bijvoorbeeld ook een aantal tolwegen in. Ja, als er meer mensen met auto's zijn, dan wordt er ook meer tol enzovoort. De tolwegen is op zich wel grappig dat een van de allereerste tolwegen die ze aangelegd hebben, die draait nu op 200% van de initieel geschatte capaciteit. Om even aan te geven wat er gebeurd is in China qua groei en qua toename van de welvaart. Ja. Dus daar zijn we dus naar op zoek. En het zijn altijd consoliderende of geconsolideerde sectoren. 5 jaar geleden had je het met name nog over consoliderende sectoren. En of het nou in tissues was bijvoorbeeld, of in sportschoenen, of in dameschoenen, of you name it. Overal was nog concurrentie, maar die is nu aan het verdwijnen. En het tweede voorbeeld, de eerste en twee voorbeelden die ik heb, dat zijn denk ik wel heel tekenend voor wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld in de batterijenindustrie. Batterijen worden niet alleen gemaakt voor auto's, maar met name in China vanaf het begin voor elektrische fietsen en scooters. Die batterijenmakers, daar waren er volgens mij 1700 van in het begin. Er zijn er nu 2 over die met z'n 2 85% van de markt hebben. Wauw. Maar met name in die niche van golfkarretjes, niet om te golven, nou, misschien wel een beetje, maar bijvoorbeeld voor parkeerbeheer in de stad en zo. En van die buitengewone opsporingsambtenaren die rijden allemaal dat soort dingetjes rond. Maar met name de scooters en de fietsen. En de autobatterijen, dat zijn weer een aantal andere partijen die daar een markt in veroverd hebben. Dus het is redelijk opgedeeld. Maar dat maakt ons op zich niet zoveel uit als het maar in die niche dominant is. Oké. Dit is een
dit zijn de resultaten in China. En dat is ook een van de redenen waarom we dit graag onder de aandacht brengen. Ook dit jaar zie je dat de Chinese beurs op zichzelf goed is blijven liggen. Maar dat zijn met name de large caps. Maar dan moet je niet onderschatten wat daar de invloed geweest is van Alibaba en Tencent. Die inmiddels dus volgens mij dik boven de 30% zijn van de beurs. Die onderste lijn, dat is een 50% mix van de Hong Kong Small Cap Index en de 50% van de China Small Cap Index. In ons fonds zitten bedrijven die in allebei, die of in de ene of in de andere index zitten. De Hong Kong Small Cap Index, dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die nog het vastgoed hebben in Hong Kong of zoiets dergelijks. Of bijvoorbeeld het kabelnetwerk in handen hebben in Hong Kong. Wat ook bijvoorbeeld een heel interessant bedrijf is. En de Chinese small caps, dat is echt gericht op mainland China. Dus we hebben daar even een mix van gemaakt. Op zich maakt het niet zoveel uit, maar met name de Chinese small cap index heeft het nog wel redelijk gedaan. Maar blijft ook nog steeds fors achter bij de large caps. En dat is met name ook vanwege, denk ik, de onderwaardering die er sowieso in Hongkong zit. Omdat wij het idee hebben dat die onrust in Hongkong de afgelopen... maar dat de onderwaardering in Hongkong ook deels te maken heeft met het feit dat mensen de scheiding niet kunnen maken tussen wat er, zeg maar, aan politieke onrust heerst en wat dat financieel voor gevolgen heeft. Maar bedrijven die wij aan de Hongkongbeurs kopen en die voor 100% van hun omzet en winst afhankelijk zijn van de Chinese markt, ja, dan maakt het in principe geen klap uit waar je genoteerd bent. Die onderneming en die onrust in Hongkong maakt ook helemaal niks uit van de winstgevendheid. Ik denk dat het daar ook deels mee te maken heeft. Het doet mij in ieder geval heel erg denken aan de periode die wij in het begin van deze eeuw hier in Europa hebben meegemaakt. Toen hadden we destijds bij Veerpal ter Voute het Delta Deelnemingenfonds opgericht samen met Delta Lloyd. En waarom? Ja, dat had te maken met het feit dat de small caps in Europa op 6 keer de winst stonden met 6% dividendrendement. En wat dat veroorzaakt had, dachten wij toen, dat had te maken met het feit dat de euro was ingevoerd en dat alle pensioenfondsen hun lokale bezittingen verkochten om maar in die grote bedrijven te beleggen. Wat het nu veroorzaakt, weet ik niet. Maar de toeval of niet, maar dit China Value Fund staat nu ook ongeveer 6 keer de winst, 6-7 keer de winst met 6% dividendrendement. En dat heeft met te maken met het feit dat de winstgevendheid van die onderliggende ondernemingen wel in lijn met die consumptiegroei is meegelopen. Maar dat de waardering van toen wij startten in 2013 was was de gemiddelde koers-winstverhouding van het fonds ongeveer 8,5 en 9. En we staan dus nu op 6,5. Dus daar is een soort waarderingsdeflatie ontstaan van 30%. Ik was nog even op zoek. Volgens mij zit er later nog een slide in waar die cijfers ook opstaan. Maar wat jij zegt, hè, een waardering van 6, dat klinkt natuurlijk te mooi voor woorden. Dan ook nog een dividendrendement van 6%. Ja, ik kan bijna zeggen, waar kan ik tekenen? Maar als ik hier naar die zwarte lijn kijk, dan hebben we toch de afgelopen 5 jaar niet heel veel plezier gehad van die small caps. En dan is toch de vraag die zich opdringt van, is het morgen anders? Weet je, wat gaat er gebeuren? Dat ik hoor het verhaal, maar wat is de trigger? Wat is er voor nodig om die small caps te laten stijgen in waardering? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ook niet de eerste die hem stelt, overigens. Dit is ook niet een fenomeen wat specifiek in China zichtbaar is. Als je kijkt naar wereldwijde rendementen en indexen, had je eigenlijk in grote tech-ondernemingen in Amerika moeten zitten. En de rest heeft eigenlijk de afgelopen 5 jaar niet zoveel verdiend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar emerging market small caps, is dat een vergelijkbare grafiek. Wij hebben met ons beleid in ieder geval wel een fixe outperformance weten te realiseren ten opzichte van deze lijn. Dat is op de volgende lijn te zien. Maar dan nog, je zit er 7 jaar in en je hebt ongeveer 4% per jaar gemaakt. Dat is ook niet waar je het voor gedaan had destijds. Wij hechten natuurlijk wel heel erg veel aan het feit dat de onderliggende ontwikkeling van die ondernemingen veel beter is geweest dan wat je nu beloond krijgt op de beurs. Maar sinds 2017 is dat ook bij ons een zijwaartse beweging geweest. Dus in feite het dividend dat we ontvangen hebben, ja, dat is er van de koers afgegaan. En die koers heeft dat niet goed gemaakt. Ja. Kriebelt het dan toch niet? Ik zal er niet te veel op doorgaan, maar, nee, maar ik hoorde Han Dieprink vorige week zeggen, een Chinees die vindt zijn mobiel belangrijker dan zijn koelkast.
kriebelt het dan toch niet om dan een klein beetje van die mobiele revolutie aan je portefeuille toe te voegen? Nou ja, in principe zouden deze bedrijven ook moeten profiteren van de bestedingen die via die mobiel gedaan wordt. Ja, precies. Ze hebben natuurlijk een stap overgeslagen daar in China. Ze zijn in één keer, de hele PC die komt daar eigenlijk niet echt voor. Het is allemaal op mobiel. Ook die hele ontwikkeling van de grote mobieltjes, die zeg maar klein, bijna een soort iPad mini formaten beginnen aan te nemen. Als je in Azië rondloopt, dan zie je wel waar dat vandaan komt. Met name bij de dames. Dat past goed in de handtas. Maar je kan echt alles via dat ding doen. Wij hebben Alibaba en Tencent eigenlijk altijd te duur gevonden. Alibaba heeft ook nog eens het geval dat aandeelhouders eigenlijk helemaal niks in te brengen hebben. Vanwege die de dubbele aandeelhoudersstructuur, waarbij de oprichters een buitenproportioneel grote invloed nog hebben. Dus dat hebben wij gewoon niet gedaan. Ik moet eerlijk bekennen, we hebben in onze eigen portefeuilles wel in 2005 ooit Tencent gekocht. En dat was nog een relatief kleine onderneming. Dat ze geld verdienen met beltonen en zo, ja, weet u nog. Maar toen wij daar 60% verdiend hadden en dat ding op 30 keer de winst stonden, het internet bestond eigenlijk nog niet zoals wij dat kennen. Want die iPhone die werd pas in 2007 geïntroduceerd en toen hebben we het verkocht. Dus ja. Dat is, ja. Hey, je hebt een voorbeeld meegenomen. Hè? Dit is jullie grootste holding op dit moment? Dit is onze grootste holding. Dat komt ook door het rendement van dit jaar. Daarmee is het nog steeds niet duur overigens. Ik geloof dat het year-to-date op plus 90 staat. Tianheng en Xiaowei, dat is de andere, dat is de nummer 2, die domineren de Chinese markt van de ouderwetse batterijen, zeg maar. Op lood gebaseerde batterijen, dus geen lithium-ion. En waarom is dat? Ja, lithium-ion batterijen die waren te duur nog voor de gemiddelde Chinees. De gemiddelde Chinees woont namelijk niet in Shenzhen of Shanghai. Dus natuurlijk zijn ze daarmee bezig om dat te ontwikkelen, maar dat is nog maar een paar procent van hun omzet. Uiteindelijk ging het hierom. De grote massa die ging aan de scooters. Die liep eerst, die ging toen fietsen en vervolgens zijn ze op deze apparaten overgestapt. Er rijden inmiddels 250 miljoen van dit soort dingen rond. Ja, we zeggen scooters. Als je in Vietnam bijvoorbeeld bent of Indonesië, dan word je zo ongeveer vergast als je daar op straat loopt. Door alles wat er aan peut verbrand wordt. Maar in China hebben ze dat alleen maar met batterijen gedaan. Die hadden dus niet de infrastructuur van benzinestations nog. Die zijn vanaf het begin op elektriciteit en op batterijen gestapt. En die batterijen die hebben ook elke twee, drie jaar moeten die vervangen worden. Dus een enorme, spannende en intensieve interconcurrentiestrijd geweest. Waarbij zelfs de twee grootste partijen eventjes in de min hebben gestaan qua winstgevendheid. En toen heeft de lokale overheid heeft ingegrepen en die heeft gewoon gevraagd om te stoppen met de waanzin in die markt. Omdat het ook ten koste ging van hun inkomsten, hè, want zij heffen natuurlijk belasting. En hun belastinginkomsten liepen terug, ja dat kom je in Pest ook niet zo tegen. En vanaf dat moment wordt er langzaam weer aan de winstgevendheid gebouwd. Wat ons betreft had het wat sneller gemogen. Dat is een beetje onze frustratie ook met deze beleggingen geweest. Maar het begint er nu toch echt wel een beetje uit te komen. Ze hebben naast de core business ook nog wat extra activiteiten ontwikkeld, maar dat is nog relatief klein. Ik denk dat het hooguit 10-15% van de business is. Okay. De beurswaarde is 9,5 miljard Hongkong dollar inmiddels. En dat is, als je een beetje rekent, ongeveer 1 miljard euro. Dus dat noemen wij nog een small mid-cap. Ja, ja. Maar dat zijn dus geen kleine bedrijven, overigens. Zeker niet. Duidelijk. Koers staat inmiddels nog wel iets hoger dan 8,55. We staan boven een tientje. Maar de waardering is nog steeds buitengewoon aantrekkelijk. En in zekere zin hebben we mazzel gehad met deze jongens. Omdat ze profiteren van het feit dat, omdat iedereen thuis moest zitten, er te veel meer eten thuis bezorgd. En eten thuis bezorgen, dat gebeurde met name met scooters. Ja. Is dit nou ook een aandeel wat mensen als Nederlandse belegger zelf zouden kunnen kopen via een bank of broker? Of heb je daar speciale brokers voor nodig om het te kopen? Ik denk dat je het... Nou, dat hangt van de broker af. In principe is het gewoon beursgenoteerd in Hongkong. Kun je het gewoon kopen. Als je broker dat op de lijst heeft staan of toegang geeft tot Hongkong. Ik weet dat in het verleden dat je bij Bing kon aanvragen van hey, ik wil dit aankopen, kun je dit openzetten? En er stond in ieder geval in het verleden bij Bing, ook van onze klanten, een aantal van die verhalen zo leuk vonden dat ze de privé nog wat bijkochten. Ja. Hebben dat destijds via Bing gedaan. Volgens mij kan dat nu niet.
Maar ik weet niet of het bijvoorbeeld bij de Giro kan. Maar bij een ABN ik ook niet, ga ik het uitzoeken. Bij ABN of ING kan dat sowieso niet. Want die hebben de afgelopen jaren zeg maar, de lijst van wat je kan kopen en niet kan kopen drastisch ingeperkt. Ja. En dan kun je misschien alleen maar de grootste 30 bedrijven kopen. Maar om even een idee te geven, Tianheng is sinds de beursnotering volgens mij in 2009 is de omzet vertienvoudigd. Dus daar zit echt wel een forse groei in. En dat de koers is eigenlijk pas dit jaar gaan stijgen. Maar bij een heleboel andere bedrijven in onze portefeuille kun je hetzelfde van zeggen. Met Tianheng is overigens de groei. Maar het bedrijf heeft geen schuld. Dividendrendement is 5,8%. En hier zit dus het verschil tussen Shanghai en Hongkong in. Hun frustratie is natuurlijk ook de lage waardering. Volgens mij staan ze op ongeveer 6 keer de winst nu. Of misschien met de rally van de laatste weken misschien ietsje hoger. Maar de concurrent Huawei stond op een gegeven moment op 4 keer de winst. Zij gaan die dochteronderneming, dus Hongkong zit de holding. En die dochteronderneming die alles verkoopt in China, ja, dat is natuurlijk gewoon een Chinees bedrijf. Die willen ze naar de beurs brengen in Shanghai. En de waarderingen waar ze dat op willen gaan doen, en waarvan wij denken dat nou, dat zou best kunnen lukken. Als je dat vertaalt naar de koers in Hongkong, zou dat omgerekend $25 moeten zijn. Kijk, de huidige beurswaarde in Hongkong is nu 9,5 miljard voor de hele onderneming. En ze verkopen ongeveer 14%, dus 1/7 van het bedrijf, voor 4 miljard. Hmm. Dus in China is er veel meer waardering voor dit soort ondernemingen. En waar ze in het verleden afhankelijk waren van de beurs van Hongkong om kapitaal op te halen, die restrictie in China wordt ook steeds minder. En waardoor het ook aantrekkelijker wordt om dit te gaan doen. En of je dat dan volledig terug gaat zien op de notering van Hongkong, dat weten we natuurlijk nog niet. Het is een beetje hetzelfde als Heineken Holding en Heineken. Ja. Er zit altijd wel een soort van discountje tussen. Maar het is wel een spectaculair verschil. En dat zien we bij... Ik zit nu even te denken, hè, want het dividendrendement van 5,8, dat is, dat is hier in Europa bijna niet meer te vinden. Maar die grafieken die we net zagen, zowel de index als jullie fund, zit daar het dividend in? Of moet dat daar nog bovenop? Nee, dat zit het in. Dat zit erin. Dat is inclusief herbelegging. Dat doen we net alsof het dividend... wordt herbelegd. Ja, precies. Ja. De winst is de afgelopen 4 jaar verdrievoudigd. De omzet is verdubbeld. En dat zien we dus op die 8,80, dus was 5 keer de jaarwinst. We staan nu alweer 20% hoger. Dus we staan inderdaad iets tussen de 6 en 6,5 keer de winst op dit moment. Ja, dat heb je. Ja. Hey, dan hebben we er nog eentje, Fufeng. Dat is ook een heel leuk bedrijf. Moest ik in het begin een beetje aan wennen. Wat maakten zij vroeger uitsluitend? Dat was MSG. Dat is een soort voedingssupplement. Dat was 100% van hun business. Maar daar waren ze ook de grootste in. Dat was het aantrekkelijke, maar er zat nog een beetje veel schuld in. En dus we hebben eigenlijk dit bedrijf een aantal jaren gevolgd. Elk jaar gesproken. Gewacht tot de schuld wat er afgebouwd werd. En de afhankelijkheid van dat ene product verminderd zou gaan worden. En wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben, is precies dat. Inmiddels is het MSG minder dan de helft van hun omzet. En dat krimpt het nog verder. En hebben ze allerlei extra producten ontwikkeld op basis van aminozuren. Bijvoorbeeld voor die supplementen die je in de sportschool ziet, maar ook voor diervoeding. En daarom staat er ook bij dat we nu last hebben van die varkenspest die er nu in China woedt. Dat heeft tijdelijk de druk daarop gezet, want die marges bij die nieuwe producten zijn veel hoger dan het standaardproduct. Daarnaast maken ze Santan Gum. Dat zal niemand wat zeggen, dat zei mij ook niks. Maar dat is een soort smeermiddel voor de olieindustrie. Als ze zeg maar al die pijpen in de grond moeten duwen. En daar zijn ze ook wereldmarktleider in. Okay. Een heel kleine markt. Maar dan maakten ze op een gegeven moment 40% marge op. Inmiddels is dat een beetje genormaliseerd. Maar ze zijn verreweg de dominante speler daarin. Maar dat is een extraatje. Het gaat met name om die verbreding van de productmix. De hogere marges die ze ontwikkelen. De afbouw van de schuld van de afgelopen jaren. En deze winst of omzet is de afgelopen 7 jaar met ongeveer 40% gestegen. En daarbij is dus het aandeel Santan Gum is gemarginaliseerd. Omdat het natuurlijk heel slecht gaat in de olieindustrie. Dus ja. Ik zie trouwens een vraag binnenkomen. Ik zie nu hier die Renminbi. Heb jij een verwachting voor de wisselkoers
van de renminbi ten opzichte van bijvoorbeeld de euro? Of dat... De afgelopen jaren, dat is natuurlijk dat is echt iets wat behoorlijk over gedebatteerd wordt. Renminbi handelt nu zo ongeveer rond de 7 voor de dollar. En er wordt af en toe wel wat geschreven over de zwakte van de renminbi. Maar dat is altijd ten opzichte van de dollar geweest. Ten opzichte van de euro is die de afgelopen jaren niet zo heel erg veranderd. En ik denk eerlijk gezegd dat je daar niet zo heel veel zorgen over hoeft te maken. Want als je gewoon kijkt naar allerlei modellen over wat de fair value zou moeten zijn van, van deze munt. Dan is die op dit moment eerder een tikje ondergewaardeerd dan iets anders. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de euro ten opzichte van de dollar. Die is ook een tikje ondergewaardeerd. Oké. Okay. Dat is niet iets waar wij ons op dit moment zorgen over maken. Nee. Ze hebben de afgelopen jaren met de cashflow de netto schuld fors teruggebracht. Dit stelt eigenlijk niks meer voor. Daardoor ontstond ook veel meer ruimte voor extra dividend. Maar ook deze is 6 keer de winst, 6,5% dividendrendement. En dat is op een basis van een jaar waarbij ze dus last hebben van de varkenspest. En last hebben van een olieindustrie die wat onder druk staat. Wij zijn eigenlijk best wel enthousiast over dit aandeel ook. Alleen we weten niet precies wanneer het komt. Het grappige is dat het allemaal op basis van maïskorrels wordt gemaakt. En die maïskorrels die worden allemaal in het noorden van China geoogst en geplet. En vervolgens omgezet in al die tussen- en eindproducten die ze vervolgens gaan kopen. Zij hebben, van de MSG-markt hebben zij 60%. Wow. In China. En ook zij hebben in die moeilijke jaren na 2012 dus een strijd moeten leveren met allerlei andere partijen die eigenlijk te klein waren om te overleven. Maar hun marktaandeel proberen te beschermen door prijsverlaging door te voeren. Maar toen de nummer 3 failliet ging, toen is dat eigenlijk gestopt. En wat je nu ziet is, op het moment dat de marges onder druk komen omdat er wat overcapaciteit is, zetten zij bijvoorbeeld gewoon een fabriek stil. Dat was vroeger ondenkbaar. Dat zien we pas eigenlijk de afgelopen 2 jaar. Maar het gaat misschien te ver om te zeggen dat zo'n bedrijf nou meteen ook pricing power heeft en de marges elke keer wat kan vergroten. Daar denk ik dat je daar wel gelijk in hebt. Dat zover zijn ze nog niet in China. Ze hebben wel pricing power in Shandong Gum overigens. Zij zijn gewoon de lowest cost producer wereldwijd. MSG is een redelijk commodity product natuurlijk. Ja. En het is wel leuk dat je daar 60% van de markt hebt, maar het gaat natuurlijk ook om die niche producten, die nieuwe producten met hogere toegevoegde waarde. Ze hebben allemaal namen die eindigen op nine, treonine en zo. En daar kunnen ze veel meer mee verdienen. En dan kom je zeg maar in diervoeding en toegevoegde waarde daarin is natuurlijk veel hoger dan in zo'n basisproduct. En dit zijn de twee voorbeelden die toevallig allebei op 6 keer de winst en 6,5% dividendrendement staan. Maar we hebben ook een bedrijf wat op 3 keer de winst met 13% dividend staat. Nee. En dan vragen mensen zich af, klopt dat? En we zeggen ja hoor, we hebben al die jaren gewoon het dividend gehad. Op 1 jaar na. Gewoon netjes op de rekening bijgeschreven. Ja, keurig. En het is alleen een bedrijf wat in de chemie zit. Dus het is wat cyclisch. Maar die heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd. Om ook van dat ene product waar ze mee begonnen zich te verbreden naar een veel solider en bredere basis. Ja. En wat we nu zien is dat onderliggend die markten eigenlijk allemaal hun kant op komen. Hun inkoopkosten, de inkoopprijzen van hun grondstoffen die gaan omlaag. En de verkoopprijzen van hun producten die gaan omhoog. Die koers is dit jaar ook wel ongeveer een procentje of 20 in de plus. Maar niks staat gewoon om 3 keer de winst of zo. Maar dat staat dan overigens, dat zeg ik bijna, staat het ook al 5 jaar. Ja, ja. En in de tussentijd krijg je natuurlijk wel dat rendement, maar hoe wordt het een keer opgepakt? Ondanks het feit dat JP Morgan op een gegeven moment er ook iets over geschreven heeft, denk ik toch dat er meer Chinees kapitaal, binnenlands kapitaal nodig is. Omdat de Hongkongmarkt toch ook nog steeds wel een beetje een retailmarkt is. Dat denk ik ook. Is meer ja. Er is geen chief investment officer in de wereld die op dit moment zegt van kom, laten we eens wat geld allokeren aan Hongkong. Dat is een veel te groot carrière risico. Dus ja. Ik denk dat we het voor die herwaardering moeten hebben van Chinees geld. En dat hebben we overigens in 2015 ook even gezien. Daar zag je die bubbel ontstaan. Toen was de centrale bank iets te enthousiast met het toedienen van geld aan de economie. En dat plotste over in de beurs, maar dat kwam ook in Hongkong terecht. En met de langzame en verdere verbreding, de Hongkong Connect.
waardoor het makkelijker wordt om in Hongkong te kunnen beleggen voor Chinezen. Dat zou wel moeten helpen. En ook dus beursnoteringen, dat bijvoorbeeld een beursnotering deels ook in Shanghai wordt aangehouden. Ja. Ik zie nog een vraag voorbij komen hoe jullie naar duurzaamheid kijken en ESG ten aanzien van China. Is het daar al tijd voor of moet het land zich gewoon nog verder ontwikkelen en moet je dat maar even links laten liggen? Nou, dat was denk ik 15 jaar geleden zeker het geval. Maar iedereen die beursnoteerd is, was er natuurlijk donders goed bewust van de eisen die er ook bij hun afnemers lag. Dus iedereen die voor Nike produceerde of voor Apple produceerde, moest gewoon aansluiten. Hoe wij het doen is, wij hebben Sustainalytics al een kleine 10 jaar in de arm genomen. En die controleert voor ons de portefeuilles. Omdat dat niet onze core business is. Zij controleren die portefeuilles op controversies. Met hun lokale mensen die daar zitten. En eigenlijk door de jaren heen is er niet of nauwelijks wat. We hebben nooit iets moeten verkopen in de Chinese portefeuille. Terwijl we in Europa en Amerika wel wat een paar keer iets hebben moeten verkopen vanwege controversies. Okay. Zoals Johnson & Johnson en GlaxoSmithKline vanwege corruptie in China. Dus ik heb al 3 of 4 voorbeelden waar we uit moesten. Maar in China hebben we dat nooit hoeven doen. Nog niet gehad. Oh, interessant. Ja. Dus. Het China Value Fund, dat is een van de 9 fondsen in jullie fondsen range. Ja, is de gewoon te verkrijgen bij jullie zelf of bij een broker? Maakt jullie dat nog uit voor mensen die mee willen doen met deze small cap potentie? Het maakt voor ons niet zoveel uit op zich, maar het is bij ons goedkoper. Het fonds is genoteerd aan Euronext. Dus in principe kun je er ook bij een broker gewoon bij. Maar bij ons heb je geen transactiekosten als je bij ons een rekening opent. En voor mensen die echt veel geld hebben, kunnen we ook nog zeg maar in de een discretionair mandaat inrichten met deze small caps. Maar dan praat je wel over enkele miljoenen. Want anders kun je gewoon beter in het fonds zitten, omdat het dat kostentechnisch interessanter is. Maar gewoon een rekening openen, dat kost geen geld, toch? Nee, je gaat gewoon naar onze website. Het is een hele makkelijke intake. Je stort geld en dan kun je het gewoon kopen. Volgens mij kan het al vanaf €5.000. Ja. Ik zie nog een vraag. Beleggen jullie ook nog in Chinese obligaties? Of is het alleen maar aandelen? Goeie vraag. Wij zijn elk jaar weer aan het kijken of die Chinese obligatiemarkt voldoende open is om daar iets mee te doen. En we hebben er wel een paar gehad de afgelopen jaren. Maar dat zijn er niet meer dan 3 geweest, denk ik, de afgelopen 10 jaar. Die markt is nog te onvolwassen en volkomen illiquide. Het wordt geëmitteerd en vervolgens komt het in de portefeuille bij mensen. Daar ter plekke of bij een levensverzekeraar of bij een pensioenfonds. En er is nauwelijks handel in. Oké, nou de tijd is te kort om dat nu aan elkaar te praten. Maar ik had 2 weken geleden Tom Miller en die... Bij GaveKel zien ze volgens mij heel veel liquiditeit komen in Chinese obligaties. Maar dan moet je echt... Het is denk ik allemaal nog wel early days. Ja. Het is early days, maar het is ook echt een lokale renminbi-markt. Het is ook voor ons lastig om de renminbi af te dekken. Zeg maar vanuit Nederland, dus wij houden het vooralsnog hierbij. Maar het bedrijf Fufeng had obligaties uitstaan die wij konden kopen. En zo hebben een aantal van onze ondernemingen ook high-yield obligaties gehad in het verleden. Waar we een aantal van in de portefeuille hebben gehad. Maar dat waren US dollar obligaties. Oh ja. Ja. Maar die duur gaat komen. Ja. Ik zie dat we toch moeiteloos alweer 55 minuten hebben volgemaakt. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik heb weer een hoop geleerd. Supergoed. Mochten er nog vragen na afloop zijn, mail ze even naar info@marketsareeverywhere.com. Dan zal ik zorgen dat die nog een antwoord krijgen. En de video is denk ik vanaf morgen terug te zien op de website. Hartelijk dank. Graag gedaan en dank u wel voor het feit dat ik erbij mocht zijn vandaag. Hartstikke leuk. Jean-Paul, tot de volgende keer. Tot ziens. En jullie allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.